Harry van der Ham, technisch directeur bij FC Dordrecht. Het nieuwe jaar is begonnen, dus daarmee ook de transferperiode. Onder andere een nieuwe doelman bij FC Dordrecht, Mike Havenkotte. Waarom de keuze voor deze doelman? Nou, het eerste omdat hij kwaliteit heeft. En wij vonden dat wij een keeper nodig hebben die uiteraard de kwaliteit heeft, maar ook andere dingen kan brengen in de kleedkamer. En Mike die loopt al een tijdje mee, dus uitstekende keuze. Dat betekent, denk ik, omdat ook best wel wat keepers al bij FC Dordrecht zijn, dat ook spelers weggaan, keepers dan in dit geval. Is het waar dat er dan Ramon ten Hove en Jordi van Leeuwen niet meer bij deze club zijn? Nee, is het niet helemaal waar. We houden er drie. Dus dat is genoeg. We hebben toch wel lopen kijken van waar moeten we ons versterken. En we zijn tot de conclusie gekomen dat dat in ieder geval in die positie was. Maar niet alleen daar. We hebben de meeste goals tegen in het hele betaald voetbal. Dus ook achterin gaan er wat dingen veranderen. Je moet eerst zorgen dat het achterin goed is voordat je beter en verder kan voetballen. Ik keek net even naar de training. Ik zag ook onder andere geen Noah Lewis erbij. Dus die drie Feyenoorders die ik net noemde, die zijn vertrokken nu bij Dordt. Ja, die zijn weer terug naar Feyenoord. En vervolgens moeten we weer anticiperen op, natuurlijk wel een selectie op peil houden. Maar ik neem daar rustig de tijd voor. Ik wil gewoon dat elke speler die komt, dat het ook gelijk raak is en dat hij het ook voor ons doet. Hoe staat het wat Feyenoord betreft ermee, met spelers die gaan komen eventueel? Nou ja, dat is in principe op een laag pitje. We hebben met elkaar gesproken en aangegeven dat de samenwerking niet was wat het zou moeten worden. Vervolgens heb ik begrepen dat Hans de Zeeuw toch nog wel contact heeft met Feyenoord. Dus het is niet helemaal van de baan. Maar vooralsnog is het een situatie dat we weinig doen met Feyenoord. Je zegt dat Hans de Zeeuw dan contact heeft, maar heb jij nog gesprekken met Feyenoord? Nee. Nee, kijk, Hans heeft contact met Feyenoord omdat hij dat in eerste instantie ook aangelegd heeft. Dus ik heb ook gezegd van, mochten er dingen zijn wat betreft met Feyenoord, ja, dan hoor ik dat wel en dan nemen we daar een beslissing over. Is dat niet een beetje gek dan, dat jij als de technische man hier dan niet met Feyenoord praat? Nee, ik praat wel met Feyenoord. Het is niet zo dat ik niet met Feyenoord praat, maar omdat er geen samenwerking is, hoef ik ook niet te praten met Feyenoord. Oké, dus die samenwerking is van de baan eigenlijk? Vooralsnog wel, ja. Dan verder met de selectie van FC Dordrecht, want daar zijn we natuurlijk voor. Ik zag ook geen Anas Acıbar. Is hij ook vertrokken bij Dordt? Ja, we hebben een gesprek gehad in de winterstop. En voor beide partijen was het gewoon beter dat we uit elkaar gingen. Want wat is de voornaamste reden dat hij dan weg is bij FC Dordrecht? Ja, dat zijn redenen die ik niet naar buiten breng. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van Dordrecht. En daar is uitgekomen dat hij daar niet meer in past. Wel zonde, want je zag bij de wedstrijden die hij ook wel heeft gespeeld voor FC Dordrecht, dat hij echt wel kwaliteit heeft om gewoon heel goed te kunnen voetballen. Ja, dat zijn situaties die ik ook met hem besproken heb. Sterker nog, ik vind dat hij met zijn kwaliteiten in de Eredivisie moet gaan voetballen. Maar kwaliteit is niet genoeg, dat is duidelijk. Dan verder kijken naar FC Dordrecht. Ik kan me voorstellen dat je vooral defensief gaat kijken. Ik zag ook onder andere Denzel Budde proef trainen net bij het eerste van FC Dordrecht. Wat voor speler is hij? Nou ja, dat is een speler die achterin speelt. Hè. Rechtsback is zijn positie. Is een dynamische speler. Verdedigend heel sterk. Wil graag weer op een podium spelen. We hebben ook aangegeven dat we niet een gevulde portemonnee hebben. Maar wel graag spelers willen hebben die gebruik maken van het podium. En hij heeft aangegeven dat hij dat ook heel graag wil. Dus de volgende stap is dan, laat het dan maar zien. Kom een week trainen en dan kunnen we exact kijken of die kwaliteit voldoende is. Je bent nu een paar maanden weer terug bij FC Dordrecht in de rol van technisch directeur. Hoe gaat het wat dat betreft? Ik kan me voorstellen, je zegt al een lege portemonnee, dat het wel heel erg zwaar is. Nou, het is niet zwaar. Kijk, het is natuurlijk niet voor het eerst dat bij een club als Dordrecht de portemonnee leeg is. Ik bedoel, het is niet een club die overdadig geld heeft. Maar dat is al jaren zo. Met een beperkt budget proberen het maximale eruit te halen. En dat is ook wel een kunst. In het verleden heeft Marco Bogers dat uitstekend gedaan. Ik heb wel eens gezegd, als ik dezelfde kwaliteit aan spelers binnen kan halen als Marco, dan staat Dordrecht een mooie toekomst te wachten.
Maar het budget is nog beperkter geworden. Dus nou ja, nogmaals, dan moet je heel inventief zijn en geduldig zijn om de juiste spelers binnen te halen. Want hoe je het went of keert, komen er altijd wel spelers naar Dordt, op welke manier dan ook. Ja, dat is in het verleden zo en dat zal niet anders zijn in de toekomst.